Dit is Ricky Gevers, ofwel Hackman. Hackman weet dat heel veel Nederlanders niet of nauwelijks nadenken over hun digitale veiligheid. En dit is Lieke van Lexmond. Zij denkt dat alles wat ze online doet veilig gebeurt. Maar is dat wel zo? Lieke durft het aan en daagt Hackman uit. Als ik daar op een terras zit of ik ben ergens in een ruimte, denk ik, oh, lekker handig inloggen. Ja, ik zit wel vaak op openbare wifi. BN'ers zijn voor mij verder geen uitdaging. Iedereen maakt altijd wel ergens fout. Lieke is daarop voor mij geen uitzondering. Ik ga beginnen met haar telefoon. Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van digitale fraude is schrikbarend hoog. Hoog tijd om Nederlanders bewust te maken van het onderwerp digitale veiligheid. Ja, ik gebruik best wel vaak wifi in het openbaar. Nou, als er ergens een bordje staat met hier is free wifi, dan doe ik dat wel. Overal zie je tegenwoordig wifi-netwerken en al die wifi-netwerken zijn voor mij een mogelijkheid om toegang te krijgen tot iemands smartphone. Ook al zijn die netwerken bijvoorbeeld beveiligd met een wachtwoord. Ik had net zo goed naast Lieke kunnen gaan zitten en dat had ze waarschijnlijk niet eens doorgaan. Terwijl Lieke daar lekker zit, richt ik ondertussen hier een vals wifi-netwerk op. Ik heb nu de val helemaal zo staan dat Lieke waarschijnlijk op deze portal zal inloggen. Ik zorg ervoor dat mijn signaal sterker is dan het signaal van de echte koffietent. Ik zorg ervoor dat ze internet heeft, zodat ze zelf niks in de gaten heeft. En ondertussen neem ik haar verbinding over. De val is gezet. Zal Lieke erin trappen? En daar heb je er al. Ze is nu al binnen. We hebben nu eigenlijk al volledig controle over haar mobiel. De telefoon van Lieke is gehackt. Privégesprekken, foto's, het is allemaal in handen van Hackman. Hij heeft zelfs toegang tot Lieke's camera en luistert mee via de microfoon van haar telefoon. Lieke daagde Hackman uit en nu is het tijd voor de confrontatie. Is Lieke wel zo veilig als ze denkt? Het woord is aan Hackman. Oké. Nou, let's go. Jij bent met mij de uitdaging aangegaan. Maar voor mij is niet zozeer de vraag of ik jou kan hacken, maar wanneer ik binnenkom. Ik heb jouw sms'jes gezien, jouw privéfoto's van jouw telefoon, maar ook jouw online accounts. In feite ben ik in het bezit van jouw digitale identiteit. Toen ik het valse wifi-netwerk online bracht, was jij een van de eerste die daar verbinding mee maakte. 1-0 voor Hackman. Nou ja, zeg, dit is toch echt serieus niet normaal? Ik ben zwaar verslaafd aan die smartphone, dus dat betekent dat als iemand hackt, dat hij gewoon de hele dag kan volgen wat je aan het doen bent. En ook al je foto's, weet je, het is gewoon, dit, meer privé wordt het eigenlijk niet. Ik word er heel boos van, denk ik. Heel pissig van. Nee, ik vind het heel naar. Ja. Lieke is geschrokken, maar de vraag is natuurlijk, wat gaat Hackman nog meer doen? Iedereen koppelt van alles aan het internet en vaak zijn die apparaten slecht beveiligd. Je gaat er wel vanuit als jij beveiligingscamera's ophangt en je hebt een afspraak met een bedrijf die dat doet, die zijn daarin gespecialiseerd, dat dat correct gebeurt en dat je veilig bent. Ja, we hebben ons huis beveiligd met camera's. Ja, dat geeft wel een lekker gevoel. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht dat dat gehackt zou kunnen worden. En dat maakt het dan weer heel onveilig. Onwijze inbreuk op je privacy. Ondertussen komt Hackman dichterbij. Het lijkt hem te lukken om in te breken op de beveiligingscamera's van Lieke. De camera van Lieke zie je dat die met het internet verbonden is. Dus zij kan heel makkelijk via een app waarschijnlijk op haar telefoon meekijken met die camera. Het nadeel van al die apparaten is vaak dat ze slecht beveiligd zijn. Die hebben bijvoorbeeld een heel makkelijk wachtwoord of een standaard wachtwoord. Ik vind zo'n wachtwoord en kan dan direct bij die camera beelden. Er is beeld. Hackman kan nu elk moment meekijken in huis. Lieke's nachtmerrie is werkelijkheid. Tijd voor de confrontatie. Is Lieke wel zo veilig als ze denkt? Het woord is aan Hackman. Jij bent met mij de uitdaging aangegaan. Je hebt een paar prachtige beveiligingscamera's aangeschaft om de veiligheid van jouw huis te vergroten. Wat je echter vergeten bent, is de toegang tot deze camera's goed te regelen. Dat zorgt ervoor dat ik op ieder moment kan inschakelen op deze camera's en met jou mee kan kijken in de woonkamer. 2-0 voor Hackman. Dit is zo'n inbreuk in je veiligheid. Dit is zo heftig. Hij kijkt gewoon vol mee, gewoon dat ik denk dat ik alleen ben. En hij zit gewoon mee te kijken in mijn huis. Ik wil natuurlijk weten hoe ik dit kan voorkomen. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Maar er zijn nog meer gegevens van Lieke in gevaar, want Hackman gaat gewoon door.
De vraag is niet of ik waardevolle informatie ga vinden van haar, maar vooral wanneer. Want ook niet belangrijke accounts geven mij informatie over andere accounts. En die accounts kunnen mij eventueel weer toegang tot betaalgegevens. Ik doe best wel veel aan internet shoppen. Ik heb er zeker over nagedacht dat het onveilig kan zijn. Maar het weerhoudt me dan kennelijk toch niet om het te bestellen. Het is wel ontzettend lastig, want je hebt ook zoveel websites waar je continu andere wachtwoorden voor in moet voeren. Ik heb er inmiddels een trucje voor bedacht, waardoor ik die wachtwoorden kan onthouden, maar het gaat nog wel eens mis. Heel veel mensen denken altijd dat ze alleen moeten opletten tijdens het internetbankieren. Maar het zijn juist de niet opvallende momenten dat ik in staat ben om waardevolle informatie weg te halen. Terwijl Lieke niets vermoedend door de winkelstraat loopt, komt Hackman Online steeds dichter bij het achterhalen van haar betaalgegevens. Via een vals wifi-netwerk probeert Hackman gegevens uit Lieke's telefoon te onderscheppen. Ik heb inmiddels toegang tot de telefoon van Lieke en dus ook tot haar sms'jes. En het eerste wat ik ga doen is die sms'jes allemaal downloaden, zodat we die later allemaal kunnen doorzoeken. Kijk, daar heb ik haar e-mailadres en hier kan ik tenminste wat mee. Ik ga haar e-mailadres gelijk eventjes invoeren in allerlei datalekken om te kijken of we aanvullende informatie over dat e-mailadres kunnen vinden. En je ziet eigenlijk al meteen dat haar e-mailadres in heel veel datalekken voorkomt. Het eerste wat ik ga doen is de wachtwoordhashes van haar erbij halen en kijken of ik een van die wachtwoorden kan kraken. En dat lukt eigenlijk meteen. Je ziet dat haar wachtwoord minder dan 6 karakters is, wat dus heel eenvoudig is om te kraken. Met haar wachtwoord ga ik nu proberen in te loggen. Dat lukt niet meteen, maar wat mensen vaak doen is die maken van een 01 en 02, dus die ga ik ook even proberen. En dan ben ik binnen. Nu kan ik doen wat ik wil. De creditcardgegevens van Lieke zijn in handen van Hackman. Hij kan nu voor duizenden euro's bestellingen plaatsen op haar kosten. En dat komt heel goed uit. Ik ben ingelogd op haar account hier en je ziet dat ze haar betaalgegevens heeft opgeslagen. En in dit geval is dat een Visa-card. Dat stelt mij in de gelegenheid om nu gewoon een perfecte reis te bestellen op mijn naam, op kosten van Lieke. Tijd voor de confrontatie. Is Lieke wel zo veilig als ze denkt? Het woord is aan Hackman. Nou, gaan we dan, hè? Hallo Lieke, jij bent met mij de uitdaging aangegaan. Gelukkig is het binnen 15 minuten gelukt om een van jouw online accounts te kraken. Wat het nog mooier maakte, is dat jij je betaalgegevens aan dit account had gekoppeld. Bedankt voor het betalen van mijn reisje naar Vietnam. 3-0 voor Hackman. Wat? Dat meen je niet. Is het gewoon mogelijk? In 15 minuten tijd kan hij gewoon mijn hele betaalgegevens in... Dat vind ik best wel shocking eigenlijk. Ik dacht, als mensen zoiets willen doen, dan gaan ze dagenlang op iemand zitten en dan dat helemaal uitvogelen. En dan lukt dat misschien een keer, maar als je dit zo snel voor elkaar krijgt, vind ik echt doodeng. En als ik dit dan weer hoor, dan is het een soort van, je wordt een beetje paranoïde van. En dat is eigenlijk heel relaxed, want zo wil je helemaal niet leven. Zo makkelijk sloeg Hackman toe bij Lieke. Hoe staat het eigenlijk met jouw online veiligheid?